Stel voor dat de melktemperatuur te hoog is en de koelmachine zou zijn werk niet goed doen. Dan zijn er dus een aantal zaken die u kunt controleren en checken of proberen om de koelinstallatie weer aan het werk te krijgen. Het volgende kunt u doen. Het is heel belangrijk om eerst te checken of het display iets aangeeft. Het display geeft ook aan wat voor toestand. Dat kan zijn een storing. Ook is het belangrijk dat hij dus op koelen staat. De besturing staat nu op standby en om de koelmachine te laten koelen, moet hij dus wel op koelen staan. Dan kunt u kiezen uit start koelen met een vertraging of start koelen direct. Nou, u wilt graag dat de koeling direct start, dus kiest u ook met de pijltjestoets start koelen direct en druk op enter. In dit geval zal dus de koeling nu niet aanslaan omdat hij op 3,6 graden staat, dus dat is perfect. Stel voor dat de temperatuur boven de 5 graden zou komen, dan moet dus de koeling aanslaan en beginnen te koelen. Ook voor de M2 geldt dat de display koelen moet aangeven en ten opzichte van de M3 zijn daar ietsjes andere handelingen voor nodig die ik u nu laat zien. Om de koeling te starten drukken we op de koelknop. Een eventuele wachtstand kan overbrugd worden door de koelknop nogmaals in te drukken en 3 seconden vast te houden. Bij de O92, wanneer er gekoeld moet worden, moet de schakelaar in de stand koelen gezet worden. En wanneer de schakelaar bediend is of er is een stroomstoring geweest en de wachttijd is aanwezig, dan zal hij dus nu in de wachtstand gaan staan. De wachtstand is te overbruggen door de knop van 2 minuten en 30 minuten roeren tegelijk in te drukken. Hierdoor begint hij direct met koelen. Het kan ook zijn dat dus het display niks aangeeft. Dat kan een aanwijzing zijn dat de installatie geen spanning krijgt. Nou, dan is het zaaks om goed te controleren of de hoofdzekeringen, of die dus wel instaan voor de koeling. Nummer 7 is in dit geval de koeling. Het kan ook zijn dat u een oudere versie heeft en de kast er zo uitziet, met 3 zekeringen, CQ-stoppen per groep. Wanneer de stoppen moeten worden vervangen, schakel ook in dat geval eerst de hoofdschakelaar uit. Het verklikkertje zal er niet altijd uitspringen, waardoor het niet duidelijk is welke defect is. Vervang daarom altijd alle 3 zekeringen. Controleer tijdens de vervanging ook de grondsteentjes. Deze kunnen ingebrand zijn en zwarte plekjes vertonen. Laat deze dan vervangen door uw installateur. Schakel na vervanging de hoofdschakelaar weer in. Het is handig te weten welke groep bij welke machine hoort. Noteer dit daarom op een stuk papier. Zorg er ook voor dat er voldoende zekeringen op voorraad zijn van het juiste amperage en van het type traag. Een tip is om de zekeringen 1 keer per jaar goed vast te draaien. Deze kunnen namelijk losraken door het uitzetten en krimpen, omdat ze door gebruik warm en koud worden. Bij deze is het zo dat de hekjes omhoog moeten staan om er dus voor te zorgen dat de installatie spanning krijgt. Wanneer hier de zaak goed staat, is het goed te controleren of er een aantal zaken in de schakelbox goed staan. Ten eerste is het de mogelijkheid om thermisch relais in te drukken. Stel voor dat die thermisch uitgevallen is, dan zal ook dat rode lampje branden. Ook is het goed om te controleren of de automaten in de kast omhoog staan. Alle koeltankonderdelen hebben hun eigen automaat en ook van deze automaten moeten de hekjes allemaal omhoog staan om ervoor te zorgen dat die onderdelen spanning krijgen. Sluit de kast na de tijd wel weer even goed af. Ook behoort de hoofdschakelaar
aan de zijkant van de kast in de goede stand te staan, dus naar boven te wijzen. Wanneer de installatie de juiste spanning heeft en de bedieningszaal in de goede stand staan, dan zult u de koelmachine horen werken en na enige tijd zal de temperatuur op het display gaan zakken.